Sinds Bibi Breiman een half jaar geleden op YouTube zelf onthulde dat ze een burn-out had, hebben haar fans haar natuurlijk flink moeten missen. Vlak voor het Songfestival kwam ze nog wel even terug om te vertellen dat ze zwanger is van haar vriend Waylon, maar daarna ging de camera eventjes uit. Tot nu, want Bibi is terug met een vlog waarin ze allerlei vragen beantwoordt van bezorgde fans. Zometeen praat ik hier verder met Jan Uriot, want ja, wat betekent het als je een burn-out hebt als je zwanger bent? Weet ik alles van. En ik ben ook heel benieuwd wat je van die Q&A vond, maar zullen we even kijken naar een openhartig stukje daaruit? Ja. En het minst leuke heb ik nu achter de rug, gelukkig. Maar ik ben dus echt gewoon 4 maanden lang ziek geweest. Opgenomen in het ziekenhuis, omdat je niet eens een slokje water binnen kan houden. En het leukste vind ik dat ik ongeveer na week 14, dus al best wel vroeg, ik was ook echt mega veel afgevallen. Ik was iets van 5 kilo afgevallen. En daardoor was ik echt super dun. En kon ik schijnbaar alles sneller voelen, zei de verloskundige. Dus toen voelde ik op een gegeven moment een kindje bewegen. En ja, dat gaf me zo'n, ik weet niet, dat geeft zo'n leuk gevoel. En toen had ik eindelijk zoiets van, oh ja, er leeft echt iets in mijn buik en ik doe het allemaal ergens voor. Toen ik er dus achter kwam dat ik in verwachting was, ik zou je zeggen, vanaf dat moment heb ik geen moment me meer ongelukkig gevoeld over die burn-out en me klote gevoeld over de toekomst en hoe moet het nou. Want het relativeerde gewoon heel erg en ik was een en al happiness gewoon. Ik ben, ja, ondanks dat ik daarna best wel heel erg ziek werd van dat zwangerschapshormoon. Maar buiten dat ben ik echt alleen maar gewoon heel erg blij ermee. Maar dit is mijn buik, oh my god. Het rare is ook dat mijn navel dus naar buiten komt. Dat vind ik wel iets. Ja, die gaat poppen na een tijdje natuurlijk, hè, zoals het gaat bij zwangere vrouwen. Jan, om te beginnen, wat fijn om er weer zo lachend in beeld te zien. Wat goed dat ze terug is. Zeker, hè? Zeker. Ze heeft het moeilijk gehad de afgelopen periode. Ze heeft een burn-out gekregen. Daar heb ik zelf ook nog wel grapjes over gemaakt. Jij deed een beetje denigrerend de vorige keer. Ja, ik geloofde dat niet zo. Ja, burn-out. Weet je, ik heb eigenlijk zoiets van, hoe kan je nou van een beetje vloggen, hoe kan je daar nou overspannen van raken en hoe kan je daar een burn-out van krijgen? Maar dat schijnt dus te kunnen, dus dat neem ik echt wel terug. Want het geeft een bepaald soort spanning voor die mensen mee. Ja. Dus dat is ook. Dan kwam er ook nog die zwangerschap bij. Daar heeft ze moeilijkheden in het begin mee gehad. Ze is ook in het ziekenhuis daarvoor terechtgekomen, ja. Dus ze heeft al wat meegemaakt. En het is fijn dat ze wel weer terug is. Hoe ver is ze inmiddels eigenlijk? Ze is nu 20 weken verder. Oké. Ze is nu weer inderdaad aan het vloggen gegaan. Terwijl ik denk van, je bent nu hoogzwanger. Het gaat nu goed met die zwangerschap. Die burn-out is ook weer inderdaad van tafel. Hou er nou eventjes mee op, want wie weet ga je weer spanningen oproepen die niet nodig zijn. Nou, dus waarom zou je dat nou doen? Goed, we zijn er blij mee. Ik geef je straks even de eindconclusie waar ik toe kom. Want ik heb wel iets gevonden dat ik denk van, daarom doet ze het. Maar ze is heel openhartig. Ja. Ik bedoel, ze zegt ook van, ik heb met Waylon, heb ik in Nashville een liedje geschreven. En dat gaan we ook binnenkort samen op single opnemen. Nou, de beste coach die je kan hebben natuurlijk. Dat is natuurlijk fantastisch dat gaat gebeuren. Ze zegt ook dat ze vindt internet, Instagram en social media vindt ze eigenlijk heel erg gemeen, omdat iedereen een mening over je hebt. Ja. Dat is natuurlijk ook logisch, dat heb ik ook gehad. Maar dat hebben wij ook. Ik bedoel, du moment dat je inderdaad voor een camera verschijnt, dan heeft iemand een mening over je. Maar je hoeft ook niet alles te lezen. En je hoeft niet alles te lezen, ik lees niks. En, verstandig. Je kan het wel lezen, maar dan moet je er tegen kunnen. Ja. Ze kan er ook niet goed tegen, dus dan denk ik, negeer het dan of blijf uit beeld. En zeker nu je zwanger bent, zou ik uit beeld maar blijven. Maar zij heeft, Jan, 230.000 subscribers, hè, op YouTube bijna. Ja. En die zitten allemaal te wachten op een nieuw filmpje van haar. Ja, maar je moet dus weten hoeveel mensen op mij zitten te wachten. Ja, ook veel. Dat is ook veel. maar de druk is hoog, wil ik maar zeggen. Ja. Maar, we hebben net een fragmentje gezien, hè, van dat vlogje. Ja. Maar ik heb me dus door 21 minuut 4 zitten worstelen. Zo lang was het? Zo lang is dat vlogje, dat eerste vlogje weer. En dan zit het in de laatste zin. En dan zegt ze tegen de kijkertjes, lieve kijkertjes, mijn nieuwe schoolagenda is uit en die kunt u krijgen bij bol.com en bij de ACO en bij alle boekenwinkels die ziet te koop. Dan denk ik, die lieve schat heb gewoon iets te verkopen. Zeg dat dan ook gewoon. Ja, maar dit is te werk. Dit is niet hobby, hè? Nee, toch? Dat weet ik ook wel. Ja. Maar ik bedoel, er moet weer geld binnenkomen. Er zat een addertje onder de Q&A. En daarom is ze nu weer in beeld. Niks mis mee, maar zeg het gewoon eventjes. Zeg het gewoon eventjes eerlijk. Maar één dingetje wil ik nog even teruggrijpen uit de Q&A ook. Ze zei, ja, ik ben superveel afgevallen, superdun. Ja.
Is dat zorgwekkend of hoeven we daar verder niet in te graven? Volgens mij is het niet zorgwekkend. En ze vond het een fijn gevoel, want ze kon het babytje, doordat ze zover was afgevallen, kan ze het babytje heel goed voelen trappen. Ja. Nou, dat is natuurlijk een fijn gevoel. Oké, dus we hoeven ons geen zorgen te maken. Die burn-out, ligt die nog op de loer om weer terug te komen? Hoe werkt dat? Ik zou zeggen, doe het even rustig aan. Hè? Niet te veel vloggen. Doe gewoon 1 vlogje per week. En niet 21 minuten, want dat is toch wel een zware bevalling voor mij dan. Dus dat is de conclusie. Okay. Goed, dankjewel. Ja. Jan Uriot, zorgzaam als altijd. Dit was hem voor nu. Meer nieuws op privé.nl, meer filmpjes ook. Ook namens Jan, dank voor het kijken. Goed weekend. Tot snel. Dag.